Nou, ja, het is echt overweldigend mooi hier. We staan hier voor een serie vulkanen die op de grens van Chili, Argentinië en Bolivia staan. Het is allemaal dik 5000 meter hoog. Ja, nou staan we zelf op 4150. Dus eigenlijk zijn ze maar, zeg maar 1500 meter hoger dan wij zijn. Dat valt eigenlijk nog wel mee. Nou, sommige zijn echt 5900 meter hoog. Oké, er zijn er wel stoere boys en girls, maar het is zo mooi. Nou, de weg is af en toe weggespoeld. Weggespoeld en we zijn heel voorzichtig met ons autootje. Maar gelukkig werden we gepasseerd door een stel. Ja, ik weet niet, fundamentalistische of de roadrijders in een klein personenautootje. Maar die kachelde overal met een rotgang doorheen. Dachten wij van, nou, als zij het al voorzichtig doen, dan kunnen wij het ook wel. Die gingen gewoon snoeihard, hè. En we vonden nog een stuk bodemplaat zo net. Ik weet niet of het van hun is. Maar het is echt... Ja. Soms zijn de geulen 50 centimeter diep. En dan kan je net links en rechts één wiel doen. Ja. Kijk, nou ja, dat doe ik dan maar. Het zijn niet dit soort geulen, hoor. Maar dit scheelt niet zo, veel. Dit vind je zo langs de kant van de weg. We moeten daar dus doorheen. Shit. Oh, ik heb pas hem. Gelukkig is hij daar nog dicht. Oh ja, inderdaad. Maar soms, regelmatig, is hij niet dicht. Nee. Dat is gewoon zinnig mooi, hè? Wat gebeurt er allemaal? Nou, we gaan straks eens even kijken hoe hoog we kunnen. Maar theoretisch... kunnen we tot iets meer dan 5000 meter, maar we gaan het maar even zien. Oké, toedeledokie. Doei, doei.